Dames en heren, mijn naam is Geert en Waling en vandaag voor Café Weltschmerz spreek ik met Frank Ankersmit. Ja, vandaag met Frank Ankersmit spreken we over het thema politieke representatie. Een nogal hot topic in deze tijd waarin nieuwe politieke partijen opkomen alsof het broodjes bij de bakker zijn. En een tijd waarin het electoraat van de ene kant naar de andere kant zwalkt. Maar we hebben veel te bespreken vandaag. Allereerst welkom Frank Ankersmit. Dank. Ik zal even kort een introductie geven wie je bent. We hebben afgesproken dat we je tegen elkaar zeggen. Je bent emeritus hoogleraar geschiedenis, maar eigenlijk geschiedfilosofie zouden we eigenlijk kunnen zeggen, van de Rijksuniversiteit Groningen. De leeropdracht was officieel intellectuele geschiedenis en geschiedfilosofie. Precies. Dus geschiedfilosofie is ook wel het domein waarop je meest bekend bent. Ja, maar ik deed ook wel intellectuele geschiedenis. En die intellectuele geschiedenis, dat is in de praktijk, dat weten de meeste historici, komt dat neer op de geschiedenis van de politieke filosofie. Ja. En vandaar dus dat iemand die dat vak onderwijst, en dat was mijn leeropdracht, dat je daarvan kunt verwachten dat hij een grote belangstelling heeft voor politiek-filosofische vragen uit het verleden, maar ook uit het heden. En dat verklaart dus ook gedeeltelijk mijn belangstelling voor politiek-filosofische vraagstellingen. Ja, want je bent eigenlijk in de jaren 90 schreef je veel over vooral ook de historische representatie. Dus dat is eigenlijk heel geschiedfilosofisch. Gaandeweg ben je steeds meer gaan schrijven over de politieke representatie, wat misschien wel meer politiek filosofisch is, hè, als je dat zo ziet. Allereerst even voor ons beeld, wat is eigenlijk de overeenkomst, of wat is de overeenkomst jouw interesse in die representatie en hoe maak je die brug tussen die historische representatie, ons beeld van het verleden en hoe we daarmee omgaan met politieke representatie, hoe ja, de democratie werkt? Dat is een belangrijk punt. Dat zal misschien even wat betreft de historische representatie een klein beetje technisch zijn. Ik denk dat ik het beste zo kan beginnen met de vraag die ik me stelde toen ik me bezig hield met de geschiedfilosofie en met mijn proefschrift en dergelijke, mijn eerste stappen in die richting. En toen stelde ik me de vraag van, hoe is de relatie tussen een historische tekst, dus wat een historicus schrijft over het verleden, in de vorm van een boek of een artikel, en het historische verleden waar het over gaat. En ik liep een hele lange tijd rond met het idee dat er een soort van vertaalregels zouden moeten zijn, of projectieregels, of zoals ik het toen noemde, want het boek was in het Engels, bepaalde translation rules die in staat zouden kunnen stellen om die beweging te maken van de verleden werkelijkheid naar het niveau van de verleden tekst. En dan was natuurlijk voortdurend de vraag van, wat zijn dan die projectieregels of die representation rules? Nou, daar kwam ik niet uit, tot ik op een bepaald moment mij realiseerde, die zijn er helemaal niet. Ik heb mij zorgen gemaakt over iets wat helemaal niet bestond. Dus even voor de duidelijkheid. We hebben de dingen die gebeurd zijn in het verleden. Noem bijvoorbeeld een of andere oorlog. En we hebben daar een boek over dat beschrijft wat er gebeurd is. En eigenlijk is de vraag over de historische representatie, van in hoeverre is er een verband tussen die oorlog en dat boek dat erover gaat? Dat is dus de vraag. Maar dus de subsidiaire vraag was, is dat te vertalen in termen van bepaalde translatieregels die in staat zouden stellen van, bij wijze alsof het machinaal was van je hebt als het ware het verleden, je stopt het in een machine, je draait aan de motor, aan het wiel van die translatieregels en rolt er zo een historisch verhaal uit. Nou, dat geeft al aan, dat zal er waarschijnlijk wel niet wezen. Was het een teleurstelling toen je daar achter kwam? Dus ik begreep dat het complexer was en dat het zo is, om het in een lang verhaal kort te maken, dat er verschillende verhalen worden verteld over het verleden, maar dat die altijd onderling met elkaar worden vergeleken en dat je op basis van die onderling vergelijking wel kunt zeggen welke van die beide sterker is dan een andere. Want daar heb ik altijd aan vastgehouden, aan het idee van historische rationaliteit. Geschiedbeoefening is voor mij een rationele wetenschap. Op basis van rationele argumenten komt een historische interpretatie, representatie tot stand en op basis van rationele overwegingen
overwegingen kun je zeggen van deze representatie vind ik beter dan andere of omgekeerd uiteraard. En dat gebeurt, dat gebeurt dan door historici die met elkaar strijden om met argumenten. Het ene boek zegt het een, het andere boek zegt het ander. En dan kun je een rationele keuze tussen maken. Wat is de beste representatie? Ja, en dat heeft vooral te maken van, daar zijn bepaalde criteria voor. Nou, het criteria wat denk ik in dat vlak het belangrijkste is, de scope. Dus, hè, dus dat dan, wanneer je twee teksten hebt van, die laten we zeggen ongeveer even lang zijn over iets, noem maar iets, de Franse Revolutie. Maar dat ene boek dat laat veel meer zien in diezelfde hoeveelheid woorden en zinnen over die Franse Revolutie, geeft er veel meer samenhang aan, brengt er veel meer in coherentie in naar voren en heeft dus daarom een veel wijdere scope dan een ander boek, dan zeg je dat is het betere. Ja. Dus dat scope-criterium, dat is in zekere zin beslissing en niet die translatieregels die een historische tekst verbinden aan de werkelijkheid. Nou, zo, dat was ongeveer mijn redenatie voor wat betreft die geschiedtheorie. Toen heb ik me op een bepaald moment gerealiseerd, twee dingen eigenlijk. Hè. In eerste instantie dat het zo ook is in de kunst. Er is ook niet, je kunt ook niet zeggen, hè, van je hebt hier een portret, of je hebt een persoon, je gaat een portret maken. En dat er dan bepaalde projectieregels zijn die precies dicteren hoe die persoon geportretteerd moet worden. Je kan het wel doen, maar we weten allemaal dat bijvoorbeeld Rembrandts portret van Jan Six een onvergelijkelijk veel knapper portret is dan van een of andere klasschilder uit zijn tijd. Of dat het portret wat Van Eyck maakte van de man met de tulband, waarschijnlijk hemzelf, dat ook een veel beter schilderij is. En daar zijn met regels kom je daar niet achter waarom die portretten nu zoveel beter zijn dan zoveel andere portretten. En daar heb je dus ook dat gegeven dat je van een uiterlijk, de fascie van zo'n persoon, naar dat portret gaat. En je kan zeggen dat het een is beter, het ander is slecht dan anderen, maar je komt er niet in termen van die regels. En dat heeft mij geleerd dat er een soort van esthetische kloof bestaat tussen het gerepresenteerde en de representant. En dat je nooit moet hopen of verwachten dat je die zou kunnen opvolgen met regels die je meer niet dienst toe zou kunnen passen. En nou kom ik bij de politieke representatie, En dan wordt het ook meteen spannend. Daar is ook representatie. En daar geldt dus ook inderdaad diezelfde situatie dat je die beweging moet maken van het electoraat naar de gerepresenteerde. Maar daar geldt evenzeer als voor de geschiedschrijving als voor de esthetische representatie dat er geen vaste regels zijn voor hoe je dat zou moeten doen. En waarmee dus al meteen al een vraagteken geplaatst is, bijvoorbeeld voor modellen van directe democratie. Die willen proberen altijd te komen met, we hebben hier een electoraat en dan gaan we nu op een of andere manier voorschrijven hoe dat electoraat zou moeten worden gerepresenteerd. En dat is dus een manier van tegen representatie aankijken die strijdig is met de essentie van wat representatie is. En wat de essentie van representatie is, dat toont zich In die representatie in de geschiedbeoefening en in het geval van de esthetische representatie. Ja, want je hebt de verschillende vormen beschreven in je boeken. Laten we dan nu even overgaan naar die politieke representatie inderdaad. Dat is een mooie brug. We hebben de geschiedenis, de kunst en dus ook in de politiek. Als je het hebt over een, kunnen we zeggen, democratisch systeem, dan hebben we het vaak over een representatieve democratie, een vertegenwoordigende democratie. En dat is eigenlijk beantwoord een beetje aan dezelfde, nou, misschien niet regels, maar dezelfde analyse die je net hebt gegeven van die geschiedenis en van die kunst. Burgers worden gerepresenteerd in het parlement. Maar dat parlement, dat kan op verschillende manieren een representatie zijn. En je hebt in het, onder andere in dit boek Aesthetic Politics uit de jaren 90 en ook in het boek Political Representation, dat ik in de bibliotheek niet meer kon vinden, maar omdat het zo nog steeds populair is dat het uitgeleend is waarschijnlijk. Beide boeken gaan over dat idee van die politieke representatie, waarin je juist volgens mij verschillende vormen van representatie beschrijft. En dat vond ik zo boeiend. Het wordt misschien ook weer technisch als ik deze vraag aan je stel, maar de representatievormen die er zijn, je beschrijft een representatievorm uit de middeleeuwen, die eigenlijk dat noem je geloof ik de synecdochical representation. Hè? Dat is die representatievorm waarbij er eigenlijk geen democratische representatie is, maar een soort, hoe moet je dat omschrijven, een vertegenwoordiging door het macht? Het is een idee waar
Nou, misschien het beste wat het beste bij in de buurt komt, is het begrip van de Duitse partij, de Duitse fusie van politieke partijen, Gerhard Leipholz, die sprak van een identitaire representatie. En daar is de gedachte dat er eigenlijk sprake zou zijn van een identiteit tussen de kiezer en de gekozenen. En dat is in de middeleeuwen in zekere zin het geval, aangezien je had representatie in de middeleeuwen, wanneer bijvoorbeeld de vorst ergens geld voor nodig had voor een of andere oorlog of voor een of andere dynastiek plan wat hij had ontwikkeld. En dan had een vorst, die middeleeuwse vorsten zaten constant op zwart zaad, want ze konden niet op een reguliere manier belasting heffen. Er waren wel belastingen, maar ja, dat waren er maar weinig. Dus voortdurend moesten ze met de hoed in de hand bij de burgerij, want er kwam het dan op neer, de derde stand, bedelen om geld. Het heette dan ook een bede, ja, niet toevallig. De vorst bedelde echt. Dat zat in het begrip bedelen, dat de vorst een bedelaar is. En die ging bedelen bij die derde stand. Waarvan ik nog eens denk van, dat zouden wij eigenlijk ook wel eens willen. Bij ons is het zo dat er een publiekrechtelijke relatie bestaat tussen de overheid en de belastingofficier. En wij die belasting moeten afdragen. En dat is helemaal niet een kwestie van bedelen. Nee, dat is je betaalt. En anders ga je, als je niet betaalt, ga je cachot in. Je zou liever hebben dat er rond 1 april iemand bij jou aanbelt en zegt, wil jij misschien, goh, professor Ankersmit, zou je misschien willen bijdragen aan onze nieuwe onderzeeboot? Die we willen bestaan. Ja. Dat zou interessant zijn. Ja. Misschien kunnen we daar leuk om misschien nog later over spreken. Ja. In hoeverre die middeleeuwen weer terugkomen. Ja. Dat is wel namelijk het geval. Maar in ieder geval. Dus die vorsten die gaan. Die vorsten die gaan dan met die steden, die burgers, die provincies en dergelijke, die aan de stand overleggen. Dat is inderdaad een onderhandelingssituatie. Dan komt er een bepaald resultaat uit, wat ook privaatrechtelijk en niet publiekrechtelijk, maar privaatrechtelijk wordt vastgelegd. En daar staat dan in dat de derde stand zoveel duizend taler of francs of lires of kerks aan de vorst betaalt. Maar er is altijd iets wat die derde stand terugverlangt. Die wil, een stad wil bijvoorbeeld extra stadsrechten, of ze willen extra tolrechten, of ze willen een muntrecht in hun stad of iets dergelijks. En zo zijn er nog meer dingen die op hun verlanglijstje staan. En die moet de vorst hen dan toekennen, want anders gaat de deal niet door. En wat nu die steden wilden, dat werd door de achterban bepaald. Dus de achterban in die stad zelf werd erover vergaderd door de gilden en door de burgemeesters en dergelijke. En dat was inderdaad al een vrij sterk proto-democratisch proces, zeker in de middeleeuwse stadstaten in Italië. Ja. En dan zei men van nou, onze afgevaardigden die worden naar de vorst gestuurd en die moeten maar om die en die dingen vragen. En als de vorst bereid is om dat op tafel te leggen, dan geven wij het geld. Maar ze konden niet buiten dat mandaat om, wat ze van hun achterban hadden. Ze waren natuurlijk verder wel gekozen opdat zij die behandelingen zo gewiekt mogelijk zouden voeren en er zoveel mogelijk uit zouden halen. Dus misschien dat men zei van nou, we hopen dat we een tolrecht krijgen, maar als wij heel slim spelen, misschien ook nog wel een stapelrecht en een stukje die burgemeesters en misschien die bazen van gildes om te zorgen dat dat stapelrecht ook uitkomt. Maar, en daarom noemde dus men die mensen die dat was inderdaad wel de stad zelf, maar zoals Marsilius van Padua het noemde, een van de meest geniale politieke filosofen van de middeleeuwen, het is wel het melior pars, het betere deel. Maar dat betere deel is niet afzonderlijk, het staat niet los van het geheel van de bevolking. In die onderhandelingen met de vorst is de hele stad of de hele derde stand of de hele provincie aanwezig en dit melior pars, dat melior pars, kan zich daar niet anders opstellen dan alleen maar als een onderdeel van dat geheel. Dus dat is een representatie van het grotere geheel, maar dan Beste. Door eigenlijk de capaciteit of het intellect misschien, of ook het vermogen, werden ze in staat geacht om het beste te representeren. Maar de belangen die ze behartigden waren de belangen van de hele bevolking. Dat is eigenlijk hoe het. Van een achterban. Hè. Van een specifieke achterban. Dus de burgers van Deventer. Die
kon geen fuck schelen hoe het gesteld was met de burgers van Zwolle. Ja. En dat moesten die maar uitzoeken. Die waren, ging alleen maar voor. Nee, maar de bevolking van de stad heb ik het dan even over. Ja. En dat is dus een vorm van representatie die. Dat is dus de identitaire representatie. Ja. En die verdwijnt, die zien we misschien ook nog wel terug in de Staten-Generaal in Nederland, in de Republiek. Is dat in de Unie van Utrecht niet ook een vastgelegd dat daar ook op die manier. Die werkte ook op deze manier. Statenvergaderingen werden gehouden. De Staten-Generaal die werkte ook met identitaire representaties, synodische representaties in die zin. Dus dat afgevaardigden van de 7 provinciën in Den Haag bij elkaar kwamen. En daar geen besluiten zouden kunnen nemen strijdig waren met het mandaat wat ze hadden. En wanneer dus dat ter sprake kwam, dan moesten ze altijd eerst last- en ruggespraak houden met hun achterban om te kijken of die bereid waren om de dingen onder bepaalde omstandigheden anders te zien. Een ruggespraak was inderdaad dat ze dan weer terug moesten naar hun achterban en dan overleggen of ze inderdaad voor de onderhandeling. En dat is later natuurlijk rond 1800 is dat in Nederland in het staatsrecht opgenomen zonder last of ruggespraak. Omdat er dan juist wordt gedacht dat die vertegenwoordigers de gehele bevolking vertegenwoordigden en niet meer één provincie. Hè. Dus dat was eigenlijk een breuk met die traditie in Nederland. Ja. Maar misschien om je verhaal nog eventjes compleet te maken, moeten we eerst buiten Nederland kijken. Dan in die tijd van de 17e, 18e eeuw heb je juist het absolutisme in Europa. De grote machtige koningshuizen en zo. Die breken eigenlijk met die middeleeuwse traditie van representatie. En je schrijft eigenlijk dat daar een andere vorm van representatie voor terugkomt rond de Franse Revolutie, hè? Ja, dat heeft vooral te maken met het verschijnsel van de soevereiniteit. Je moet je realiseren dat de middeleeuwse orde is in feite een gebroken orde. Je had allerlei rechtsgebieden die elkaar overlapten, soms uit elkaar lagen, die om soms de meest onmogelijke manier met elkaar verwikkeld konden worden. Het kon zijn dat een leenheer soms weer een vazal was van zich van een ander, maar dan tegelijkertijd ook weer de leenheer van wie hij vazal was. En omgekeerd, de meest onmogelijke toestanden waren daar mogelijk. Dat is veranderd met. Dus je moet je de middeleeuwse politieke orde als voorstellen, als het ware als een aquarium waarin allerlei vissen zwemmen, maar er zijn niet de assen van het aquarium ten opzichte waarvan je positie kunt bepalen. Zo, hè? Dus de assen, maar niet dus, hè? Dus een aquarium van die hoeken, die hoeken en dergelijke. Ja. Dus een vis kan op de hand, aan de hand van die ijzeren band zeggen, oh, ik zit ongeveer daar of ik zit daar. Dat heb je niet in het milieu. Dat is wat ontstaan is en dat is het hele wezenlijke met het soevereiniteitsbegrip en ik denk ook des te wezenlijker, omdat je misschien kan zeggen, dat is op dit moment weer aan het verdwijnen. En in die zin komt dus iets van die middeleeuwen weer terug. Maar dus in die 17e en 18e eeuw met het soevereiniteitsbegrip werd de hele politieke orde geunificeerd. Het werd één geheel. Dat was un roi, une loi, une foi, zoals de Fransen dat beschreven voor het Franse koninkrijk. En die iedereen vanaf de vorst, vanaf de koning tot en met de laagste onderdaan inschaalde in één geheel. En waar iedereen ook nu zijn plaats kon vinden. Er was een schaal ontstaan, lopend van de meest eenvoudige bedelaar tot en met de vorst. En waar iedereen op kon constitueren. En alle vielen onder. En alle posities waren staatsrechtelijk vastgelegd. En die vielen allemaal onder dezelfde vorst, dezelfde recht inderdaad. En dezelfde religie, dezelfde kerk. Dat was ook een onderdeel daarvan. Hè? Ja. Dat absolutisme komt voor een deel in ieder geval, het komt nog even terug daarna, maar ten val met de Franse Revolutie. In ieder geval zien we rond de Franse Revolutie ook de verlichtingsideeën natuurlijk in de praktijk gebracht ook voor een deel. Maar die verlichtingsideeën zullen dan waarschijnlijk, als ik uw verhaal goed begrijp, een andere vorm van representatie bevatten. Bijvoorbeeld Rousseau met zijn Volonté Générale. En dat is eigenlijk dat zijn eigenlijk nieuwe vormen van representatie. Die misschien, als ik u goed begrijp, toch een absolutistische trekjes hebben? Of. Nou, Rousseau constateert dan meer een probleem. Het is zo dat men aan het eind van de 18e eeuw gaat met theoretiseren over representatieve democratie. Voor het eerst is dat gebeurd door een. Hoe heet hij ook alweer? Een marquis d'Argenson in 1730. Maar goed, dat was dus nog lange tijd daarvoor. Maar zo'n 1770, dan komt dat debat op gang. Het begrip representatieve democratie wordt ook voor het eerst gebruikt in 1778 in een brief
van Alexander Hamilton aan de gouverneur van Vermont. Later gebruikt Condorcet ook, een paar jaar later. En dan wordt het meteen heel populair, met name ook, grappig genoeg, in de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. Juist ook omdat waarschijnlijk die Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden erg aansloot bij wat in Amerika werd geprobeerd en andersom. Nou ja, en vooral ook omdat we hier toen de Patriottenbeweging hadden. Ja. En die zagen toen in die representatieve democratie wel een geschikt alternatief. Maar goed, dus toen ontstond dat idee van die representatieve democratie, zoals wat wij daarbij voorstellen. En toen vond Rousseau al van dat daar een probleem was. En die zei van het probleem is dat Rousseau zei van ik ben een aanhanger van de volkssoevereiniteit. Maar zei, als je representatie hebt, dan is het zo dat het volk een vertegenwoordiger kiest. En dan is het zo dat die volksvertegenwoordigers, dan zijn die de baas. Ja, dus het volk heeft inderdaad zijn macht overgedragen aan diegenen die hen vertegenwoordigen. En het interessante is dat op dit moment dat nu heel mooi in Engeland speelt. Hè? Dus men heeft nog gezegd van ja, met de Brexit, het volk mag kiezen. Ja, referendum geweest. En dat heeft gezegd, inderdaad, het volk heeft gezegd met de Brexit. En toen hebben een aantal mensen gezegd van ja, maar we hebben hier in Engeland, nou al sinds 1610, hè, dus dat het koninklijk prerogatief dat aan banden gelegd is. En dat, nou, dat is nog weer eens herhaald natuurlijk met de Glorious Revolution van 1688. Al 300-400 jaar hanteren wij hier in Engeland, en je kan zelf toch helemaal terug naar de Magna Carta van 1215, hanteren wij hier parlementaire soevereiniteit. Precies. Wij hebben hier geen volkssoevereiniteit. Parlement is soeverein. Parlement is soeverein. En dus dat is, hebben die rechters toen ook gezegd, van wanneer deze regering van May, deze beslissing neemt, dan zal die, wil die wettig zijn en keer door het parlement moeten. En als het parlement er dan amendementen op wil maken en bijvoorbeeld niet mee wil gaan bij die hard Brexit die mee wil, dan is dat niet anders. En dat is een verhaal wat... Daar botsen eigenlijk twee representatiebegrippen. Ja, begrippen wat met elkaar... Nou, er zijn drie dingen. Kijk, iedere regering heeft, ieder regime heeft een zekere discretionaire bevoegdheid. In Amerika is die vrij groot. Een Amerikaanse president kan vrij ver gaan voor besluiten nemen die hij, waarvoor hij niet de toestemming van het huis van het congres nodig heeft. Ja. Dat is in Nederland ook zo, want het is ook gewoon praktisch, want wanneer je voor iedere beslissing van de regering dat door het parlement zou moeten gaan, nou dat is oeverloos. Maar wanneer het gaat om belangrijke dingen, en nou, dat is de Brexit uiteraard, dan is dat niet iets wat je kunt zeggen van dat gaan we helemaal buiten het parlement omdoen. En dus die regel waarop Theresa May zich beriep, die zei van het valt onder het koninklijk prerogatief, dat is niet te verdedigen dat je op basis van een beroep daarop het parlement zou kunnen passeren. En vandaar, ik las het toevallig gisteren ook op het internet, dat men zei van die 11 rechters die hierover gaan, in alle waarschijnlijkheid, als die mensen consequent zijn, wijzen het met z'n allen 11 af. Dat kan wat de weer zo mee wil. Want het is in strijd met de hele constitutie van Engeland, voor zolang als Engeland is geweest. Maar hier speelt wel iets boeiends, omdat je vaak deze discussie hebt op het moment dat de soevereiniteit afgedragen wordt aan Brussel. Terwijl in dit geval de Engelse regering, dat koninklijk imperatief was het, nee? Koninklijke prioriteit van de koning. Dat ze dat inzetten om juist de soevereiniteit terug te halen. Dus dat ook nee, daar... Nee. Kijk, iedere regering heeft een bepaalde discretionaire bevoegdheid om bepaalde dingen te kunnen doen. Waar achteraf wel verantwoording over wordt afgelegd, maar wat niet van tevoren naar het parlement hoeft. Heeft onze regering ook. En dat is, noemt men het koninklijk prerogatief in Engeland. Ja, okay. Maar dat betreft alleen dingen die niet heel erg wezenlijk zijn. En wanneer het dus gaat om zoiets wezenlijks als de Brexit, dan moet het door het parlement, omdat Engeland parliamentary sovereignty kent. Ja, precies. Nee, ik zag even een ironie in de discussie die normaal gaat over het afstaan van soevereiniteit en nu het terugpakken van soevereiniteit. Maar misschien is dat inderdaad buiten dit punt over representatie. Maar die andere, we waren nog eventjes gebleven bij rond 1800, wat er dan verandert in de opkomst van de parlementaire democratie. Want we hebben het over een parlementair systeem. Ja, we hadden het over Rousseau, ja. De parlementaire representatie. Daar hebben we toch kunnen komen. Ja, ja. Wat Rousseau die heeft dus op gewezen van
dat het probleem is. Hij zei van, ik ben een aanhanger van volkssoevereiniteit. En wanneer je het Engelse systeem gaat invoeren, want in Engeland had je in die tijd al verkiezingen. Als je het Engelse systeem gaat invoeren, dan brengt dat onvermijdelijk, of je het nu leuk vindt of niet leuk vindt, met zich mee dat je inderdaad dan een parlementaire soevereiniteit krijgt. Dus inderdaad in feite een electieve aristocratie. En dat is het grappige. Daar, alle mensen die er werkelijk enigszins diepzinnig over getheoretiseerd hebben, bijvoorbeeld het boek van Manin bijvoorbeeld, je hebt het boek van Pierre Rosa van Lon, die hele boek werken derken. Nou, en de populaire versie van Rijbroek, die dat heeft gekopieerd in zijn boek tegen verkiezingen. Iedereen is het daarover eens dat een representatieve democratie in feite een electieve aristocratie is. Ja. Dat is een groot kwaad. Want doordat iedereen het een representatieve democratie noemt, daardoor hebben mensen allerlei verwachtingen, geïnspireerd door die notie van die democratie, die een electieve aristocratie als aristocratie natuurlijk nooit leveren kan. Ja, dus we hebben iets geplakt op dat systeem, waardoor we denken dat het iets te zien kan geven wat ons, onze democratische geesten goed bevalt, maar wat je van een electieve aristocratie nooit kunt verwachten. En dat is wat Rousseau constateerde. En hij zei, en dat zit hem dus daarin, dat die volksvertegenwoordigers soeverein zijn. Zij hebben het parlement, de volksvertegenwoordigers soeverein. Misschien dat we nu even kijken hoe u verder wil gaan. ik zat even te denken of dan de democratie is dan eigenlijk, of directe democratie is dan misschien eigenlijk, hoe moet ik dat zeggen, een pleonasme. Of een, het is een, het, omdat democratie heeft in zichzelf al de connotatie van het volk beslist. En wie het heeft over een representatieve democratie, die wekt de suggestie dat het volk beslist bij representatie. Maar eigenlijk representeren de volksvertegenwoordigers niet de democratische wil, maar meer een, wat eigenlijk wel een soort intentie, of een, misschien zijn ze eerder een afspiegeling of een. Je hebt verschillende vormen van representatie natuurlijk. Dus je hebt de afspiegeling, de mimetische representatie noemt. Hè? Ja. Of misschien meer de esthetische representatie. Is dat een andere vorm die. Misschien goochel ik nu te veel met de begrippen die u gebruikt. Dat die mimetische representatie en die synecdochische representatie. Die mimetische representatie heeft meer te maken met. Dat idee van. Waar we mee begonnen van hoe is de relatie tussen de representant en de gerepresenteerde in een democratie. En dan was het idee van dat model dat er altijd een afstand, een kloof bestaat tussen kiezer en gekozen, dat je dat ook kunt projecteren op de democratie. En dat je daarom moet berusten in het feit van die kloof. En dat al die mensen die, zeker een jaar of 20 geleden, hadden als mensen, die kloof, dat is vreselijk. Wat kunnen we doen om die kloof af te schaffen? Maar ja, dat is een keer, dat zit in het wezen van de representatieve democratie. Die kloof is de essentie eigenlijk. Ja, maar er zit dus nog een andere kant aan. En dat is in de 16e eeuw ontstond dat idee van die absolute monarchie. In de 7e eeuw werden die systemen opgetuigd. Die begonnen te functioneren in Europa. En die hadden dus het karakter dat de absolute monarch de wetgever was. Hè? Want dat heb ik nog niet gezegd, maar laten we dat beklemtonen. De soeverein is de wetgever. Ja. Die gaat over wat voor wetten er zijn, zoals Baudin in de 16e eeuw heeft uitgedrukt. De soevereiniteit, c'est la puissance de donner la loi à chacun, à particulier et à tout en général. Dat is la puissance, heel interessant trouwens, dus dat spreekt over puissance en niet over recht. Ja. Dat is de macht om inderdaad de wet voor te schrijven aan allen in het bijzonder, en aan ieder in het bijzonder en aan allen in het algemeen. Nu, die absolute monarchie die ging functioneren en het bleek dat die monarchie in eerste instantie niet toevallig ontstaan. Die was, in de 16e eeuw was dat echt onvermijdelijk. Je kon niet meer met dat middeleeuwse systeem werken. Men had, in de middeleeuwen had je alleen, was de middeleeuwse vorst was alleen maar een rechter, maar geen wetgever. Maar er gebeuren talloze dingen in de 16e, 17e eeuw waarvoor je echt een wetgever
nodig had, mensen die regels maakten. Ja. En die zeggen van zo moet het. Bijvoorbeeld zoals als je zou zeggen van, toen om 1900 auto's op de weg gingen rijden. En dan moet een keer iemand zeggen van ze moeten rechts rijden en niet links. Want dan ken je alsmaar auto-ongelukken. En dat heb je dus in een veranderende samenleving, moeten er regels zijn. En dan moet er ook een instantie zijn die het recht heeft om dat vast te leggen. En waar iedereen zich dan ook aan hoort te houden. Dus en dat is die soeverein. Zo'n instantie moet ook legitimiteit hebben, want iedereen moet zich er wel aan houden. Het is niet de bedoeling dat er... Ja, ja. En dat absolutisme, dat verliest die legitimiteit eigenlijk. Het zijn ergste voorbeeld de Franse Revolutie. Maar rond die tijd denk ik ook in het denken verliest de absolute macht die legitimiteit. En dan... Maar dan komt daar dus in de plaats voor die electieve aristocratie. Terwijl er ook op dat moment al ideeën zijn over directe democratie. Ik geloof dat jij ergens John Adams citeert, een van de founding fathers, die daar veel radicalere ideeën over had. Die gewoon vond dat de representatie eigenlijk... Een afspiegeling zou moeten zijn. Dat is dus weer die middeleeuw, dat is weer dus die opvatting van esthetische representatie. Hij zei dat een, bij wijze van spreken, een... dat een, zoals je zou kunnen zeggen, een foto een nauwkeurige afbeelding geeft van een gefotografeerde. Zo zou het met de representatie ook moeten zijn. Dus zeggen we van ja, maar er zitten rare kanten dan. Want dus een volledige afspiegeling van de natie betekent ook, je hebt 10% krankzinnigen in de natie, moet dan ook 10% krankzinnigen in... Volgens mij zitten we daar ver overheen tegenwoordig. Is dat niet zo? kan je brengen. Over representatie. Ja. Ja. Maar terugkeren naar Europa, daar kwam dan die absolute monarchie ten einde. Men was het erover eens dat je die soevereiniteit nodig had. Dus wat men zei, we willen van die absolute monarch af. Maar die soevereiniteit houden. Dus ze pakten die soevereiniteit af van die absolute monarch. En die werd keurig geconstitutionaliseerd. Die werd monddood gemaakt. Ja. En die kon in een baardje wat rondrijden af en toe. En wat feest maken en dergelijke. Maar mondje moest die houden. Maar waar moest die soevereiniteit dan wel heen? Nou, zeg maar, want die moet dan inderdaad bij de bevolking komen. En hoe moet je dat dan vormgeven? Nou, toen is me op het idee gekomen, en daar zijn alle moeilijkheden mee ontstaan. Men zei van, en hoe doen we dat aan het volk? Dat doen we niet, want hoe werkt dat? Hoe kun je het hele volk bij elkaar roepen? Dat wil helemaal niet. Nee. Dus toen is zeg maar, die middeleeuwse representatie gaan herinneren. Dat zei van, nou, die representeerde zo'n achterban. Zeg nou maar gewoon dat het hele volk de achterban is. Geef ook aan die middeleeuwse, die oorsprong, die middeleeuwse representatie, die soevereine macht. En dan heb je onze huidige representatieve democratie, waarbij iedere volk vertegenwoordigt. Dat staat ook letterlijk zo in de grondwet. En dat heeft Burke ook al gezegd in zijn speech at the conclusion of the polls. Dat iedere volk vertegenwoordigt, ook al komt hij van een bepaald district of is hij van een bepaalde partij, hij vertegenwoordigt wel het geheel van de bevolking. Dat is het ene. En het tweede is dat hij naast die vertegenwoordiging ook die soevereine macht kreeg. En nou ja, dat is dus het grote probleem, dat er toen iets mis is gegaan. Ja, want maar daar dat idee werkt misschien eventjes of werkt misschien niet eens echt in de praktijk. Maar wat er op een gegeven moment gebeurt, halverwege de 19e eeuw, is dat er onder andere de Groen van Prinsteren en later Abraham Kuyper in Nederland steeds meer werd gedacht in termen van partij, van een politieke partij, een antirevolutionaire partij. En de socialisten dachten aan de socialistische partij en de katholieken aan de katholieken, et cetera. Daar werd eigenlijk gebroken met het liberale beeld van, want ik denk dat er ten diepste ook een liberaal beeld is van een algemene volksvertegenwoordiging. En daar ontstond de partijdemocratie. Ik vat het even heel kort samen, we kunnen er nog uitgebreid op ingaan, maar waar ik naartoe wil is eigenlijk onze gedachte van bij wet, en dat zien we heel sterk in onze grondwet nog steeds, staan er bijvoorbeeld partijen en fracties staan daar niet in. Het gaat om lijsten met volksvertegenwoordigers die zonder last of ruggespraak stemmen. Maar we leven eigenlijk in een tijd waarin mensen toch het idee hebben dat ze op een partij moeten stemmen en niet op een persoon. Dus hoe zijn we eigenlijk van die ene vorm in die andere terechtgekomen? En belangrijker nog, en daar wil ik eigenlijk uiteindelijk een beetje naartoe in dit gesprek ook, van we leven nu in een tijd waarin juist daar ook veel kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Bij die partijmacht en bij die verhouding tot de individuele vertegenwoordiger. Ja.
Het verhaal is in grote lijnen deze, denk ik, dat aanvankelijk de eerste stap is geweest dat men, we hebben net eindigd dat na 1815, zeg maar, of bij de restauratie in het algemeen, kijken naar geheel West-Europa, men zegt van goed, we gaan stap maken, die overstap naar de representatieve democratie. En die dan het karakter had van je hebt het volk, je hebt de volksvertegenwoordiger en daarboven is er de regering. En dan is die volksvertegenwoordiger, die heeft drie taken. De volksvertegenwoordiger in eerste instantie vertegenwoordigt hij het volk. In tweede instantie is hij medewetgever. En in derde instantie moet hij de regering controleren. Dat was een systeem wat langere tijd goed werkte. Dat soort ongeveer 1850. Zolang er niet grote problemen waren die de hele samenleving tegen elkaar verdeelden. Ja. Dat gebeurde in de loop van, nou, zoals je net al aangaf, in de loop van 1850, dan komt er iets van socialisme en de christelijke partijen articuleren zich en die hebben dan een geheel eigen opvatting over wat het belang van een achterban is. De liberalen nemen wat andere positie in. Je hebt nog een restje hier in Nederland van conservatieven. Kortom, dan beginnen die partijen zich te ontwikkelen. Een soort polarisatie tussen katholieken en protestanten, tussen socialisten en liberalen, et cetera. Ja. Dus dan... nu is de kern van de zaak dat je moet realiseren dat dat eigenlijk een zegen is geweest voor dat onhandige model wat men had. Want het probleem, het model wat men had, was in feite een onding. Het is een onding om een politieke vertegenwoordiging te hebben waarbij de volksvertegenwoordiger zowel volksvertegenwoordiger is als ook wetgever. Want dat zijn twee heel verschillende taken. Die ook een heel verschillende oorsprong hebben. De volksvertegenwoordiger, dat komt uit de middeleeuwen. En dat element van wetgeving, dat komt uit de absolute monarchie. Dus men heeft in ons die absolute monarchie, die representatieve democratie, zijn eigenlijk de middeleeuwen en de absolute monarchie heeft men met elkaar vermengd. En dat is vanuit het perspectief, is dat een ongelukkige, vanuit het perspectief van de burger, is dat een ongelukkige toestand. Want dat brengt met zich mee dat hij nooit weet met wie hij eigenlijk te maken heeft wanneer hij met zijn volksvertegenwoordiger in contact is. Is die volksvertegenwoordiger, spreekt hij hem toe als volksvertegenwoordiger of als soeverein? En dat maakt nogal verschil. Het verschil is te vergelijken met wanneer je in een rechtszaak zit en je hebt enerzijds je advocaat en anderzijds een rechter en je zou niet weten of je advocaat misschien niet tegelijkertijd ook je rechter is. We hebben dus inderdaad een politiek systeem dat dat karakter heeft, dat die volksvertegenwoordiger, die net als een advocaat je belooft dat hij zich de benen haaks voor je zal lopen, tot hij erbij doodvalt, tot hij niks meer kan, tot hij helemaal op is. En werkelijk nou alles voor je doen wat hij kan. De verkiezingsbelofte eigenlijk. Ja, maar even later is hij de strenge rechter over. Dan zegt hij, ja, dat kun je wel willen, maar dat is heel onverstandig. Ik kijk daar heel anders tegen met mijn verstand, mijn politieke verstand. Dus ga jij maar fietsen. En die belastingen die innen we gewoon, maar we vragen niet waaraan je het wil uitgeven. Ja. En, dat is heel lange tijd is dat verborgen kunnen blijven door de ideologie. Want die ideologie die had het karakter dat zowel de kiezer als de gekozenen het gevoel hadden dat zij een gezamenlijke strijd voerden waarin ze elkaar konden vertrouwen voor een of ander groot maatschappelijk doel wat in de toekomst gerealiseerd hoop zou worden. En van dat perspectief waarvan ook het feit dat die volksvertegenwoordiger ook soeverein was juist helemaal geen probleem was. Want die soevereiniteit, dat was juist het sterkste wapen. Ja. Wat die volksvertegenwoordiger had om te realiseren wat zowel kiezer als gekozenen wilden in de toekomst. Het verhaal komt dus hierop neer dat die representatieve democratie prachtig kon functioneren in de tijd van de ideologie, omdat die de intrinsieke constructiefout die in de representatieve democratie zit, verhulde. Daar kon je rustig blind voor blijven. En nu is het probleem dat die ideologieën aan het afsterven zijn. En nou openbaart zich die constructiefout. Ja, want daar wil ik even naartoe. Want dan heb je die, om dat even chronologisch af te maken, eind 19e eeuw komen die partijen op. Die partijen krijgen vervolgens veel meer macht rond 1917 als de districtenstelsel in
Nederland wordt afgeschaft en evenredige vertegenwoordiging ingevoerd. En daarmee ontstaat denk ik ook het fenomeen van de fractiediscipline en het partijstelsel. En dat is lange tijd ook een goed stelsel geweest waarschijnlijk, omdat juist in dat verzuilde Nederland met die verschillende tegenstellingen het een heel meer een vorm van representatie optrad. En in ieder geval mensen zich meer gerepresenteerd voelden door een partij van hun eigen ideologie inderdaad. Ja, ja. Dan in het geval van een algemene, laten we zeggen, vormloze vertegenwoordiging. Maar het partijstelsel, dat is nu al 50 jaar lang aan het breken, aan het afbrokkelen. D66 was daar een voorbeeld van, is daar nog door ingekapseld, zouden we kunnen zeggen. Maar nu is toch echt wel de afgelopen 15, 20 jaar in Nederland duidelijk geworden dat dat die politieke partijen zelf niet zoveel legitimiteit meer hebben. Een vertrouwen van 30% hebben ongeveer, geloof ik. Ongeveer even weinig als journalisten, zeg ik altijd in de peilingen daarnaar. Maar het parlement zelf nog wel 50-60% vertrouwen heeft onder de bevolking. En zelfs de representatieve democratie, of nou ja, de democratische rechtsstaat moet ik zeggen, op 80-90% van het vertrouwen kan rekenen in Nederland. Dus er is een soort mismatch tussen de vorm van die partijen die dominant zijn geworden in ons systeem, denk ik. En de vorm van de parlementaire vertegenwoordiging die misschien helemaal niet aan het einde is van zijn bestaan. Van haar bestaan. Deelt u die analyse? Is dat iets wat heb ik dat goed verwoord? Of maak ik nu een denkfout? Ik denk dat dat in grote lijnen dat een juiste weergave is van de situatie waarin wij ons nu bevinden. Ik denk dat de volgende vraag wel is van op wat voor manier gaat zich dat manifesteren? En daarvan zou je kunnen zeggen van dat daar zijn de eerste tekenen al van zichtbaar, met name waar het populisme betreft. Want wanneer het zo is dat de volksvertegenwoordiger die twee taken heeft die elkaar nou, tot betrekkelijk grote hoogte uitsluit, ja, die alleen maar met elkaar verzoend konden worden in de fase van de politieke ideologie, wanneer die elkaar uitsluiten, dan moeten zowel kiezer als gekozenen daar rekening mee houden. Dus de gekozenen zal bijvoorbeeld moeten gaan zeggen van, wat ben ik nou in eerste instantie? Ben ik een volksvertegenwoordiger? Dat is wat bij Wilders voor kiezen. Die zegt van, mijn achterban wil dit. En ja, dat ga ik dan ook maar met een megafoon uitroepen. Dat is ook wat geen pijl wil. Hè? Die zegt van, ik wil kijkkastjes of woordkastjes. Stemkastjes, ja. Stemkastjes. Dus ik ga gewoon de kiezer laten spreken. Ja, ze hebben eigenlijk een nog veel directere vorm van democratie. Veel, veel meer dan Wilders. Hè? Wilders is nog steeds een vertegenwoordiger. Maar geen pijl heeft nu het plan voorgesteld om juist Kamerleden te laten verkiezen die helemaal geen eigen mening meer hebben. En die zich eigenlijk, juridisch is dat niet hard te maken, want ze stemmen nog steeds zonder last volgens de grondwet. Maar die toch zich committeren aan de uitkomst van een internetpeiling. Waarbij ze dus eigenlijk het verlengstuk worden van een volkswil, maar dan wel uitgedrukt in een peiling onder leden van van die club, van die vereniging geen pijl. Oh, onder leden van die club. Dat is merkwaardig. Ja, dat lijkt me niet erg consequent. Ik bedoel, je zou zeggen van, ik ben voor directe democratie, dan zou je moeten zeggen van, ja, ik ga dan peilen wat de hele Nederlandse bevolking vindt van iets. En dat is een interessante kwestie, ja. Dus mensen moeten wel eerst lid worden, maar iedereen kan lid worden. En ze hebben een paar restricties, geloof ik. Je moet dan €12 per jaar betalen, dacht ik. Zoiets. En je moet eerst een maand lid zijn voordat je mag stemmen. Dus daarmee willen ze een beetje voorkomen dat je voor specifiek een wetsvoorstel in de Kamer lid wordt om meteen even invloed uit te oefenen. En volgens mij is het ook zo dat ze bepaalde kwesties niet agenderen. Dus zelf zeggen ze dat alles wat in strijd is met het EVRM, dat ze dat niet agenderen. Dat is wel lastig. Want daar is altijd heel veel interpretatie over natuurlijk. Maar zij willen bijvoorbeeld niet meteen de doodstraf in de Kamer bespreken. Maar waarom niet? Nou, dat weet ik ook niet. Ik ben niet van geen pijl. Maar ik denk dat ze toch een beetje bang zijn. Ze hebben ook een beetje de angst voor het volk. De angst die eigenlijk in de liberale democratie zit ingebouwd. Dan heb je het verraad al gepleegd. Ja. Dan ben je al een electieve aristocratie geworden. Dus zij zijn eigenlijk al ingekapseld voordat ze begonnen zijn. Een electieve aristocratie. Ja. Maar zou je er voorstander van zijn van een direct democratisch experiment? Dus dat echt inderdaad de publieke opinie weerslag vindt in de parlementaire besluitvorming? Eén op één? Nou,
waar we het net hebben over gehad, is dat er blijkt dus al een systeemfout te zitten in de representatieve democratie. Hè? Dus ja. Dat het een vermenging is van een middeleeuws element en van de absolute monarchie. En dat zijn heel verschillende dingen. Ja. Directe democratie, die heeft weer een heel andere oorsprong. Die gaat nog veel verder terug. Dat is uiteraard de Griekse polis. En dat is ook weer een totaal ander systeem. Ja. En daar moet je geweldig goed mee uitkijken wanneer je die systemen op elkaar aankoppelt. Dus we hebben nu al met de Brexit, heb je gezien al van dat element van directe democratie, wat men volkssoevereiniteit, de volkssoevereiniteit, dat problemen oplevert, ja, met die Parliament of Sovereignty. Ja. Want een referendum is eigenlijk een uitingsvorm van directe democratie natuurlijk. Ja, ja. En daar moet je dus heel goed over nadenken waar dat wel en waar dat niet kan. Want het is natuurlijk een staatsrechtelijke kortsluiting, sowieso. Ik denk dat je niet moet zeggen dat je daar niet uit moet concluderen dat het nooit zou moeten kunnen. En dat er op bepaalde wel omschreven terreinen iets van directe democratie goed mogelijk is. Met name wanneer de vraagstelling heel duidelijk is. Wanneer het ook zo is dat degene die hun stem uitbrengen ook voor de gevolgen ervan opdraaien. He, want een van de belangrijkste dingen van een representatieve democratie is dat je schuldigen hebt. Je kunt aanwijzen voor wanneer het misgaat. Aansprakelijkheid eigenlijk voor de politieke besluitvorming. Ja, dus politieke verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid, ja. En een directe democratie, daar verdwijnt het principe van de verantwoordelijkheid. Wat daar gezegd wordt, daar is, ja, die burgers zijn er verantwoordelijk voor, maar die kan je niet pakken. En je kunt een politicus pakken voor wanneer hij een verkeerde beslissing heeft genomen. Dus de verantwoordelijkheid verdwijnt van de tafel. En dat moet je wel realiseren. En daarom ook geen moment uit het oog verliezen dat niet alle zaken dat kunnen velen. Dat die dimensie van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid verdwijnt. Verder moet je je voortdurend afvragen van waar kan het in conflict komen met een representatieve democratie. Nou, het is nu duidelijk dat men dat in Engeland ten onrecht heeft nagelaten. Anders zat men daar niet zo in de puree. Ja. En zo zijn er meer dingen als bijvoorbeeld van de hele bekende vraag van dat je bij de representatieve, bij de directe democratie geen onzin vragen moet stellen of vragen waar onzin uitkomt. Ja, zoals in Californië is geweest. Nou, dus dat men zei van, om te beginnen van, wilt u beter onderwijs? Want dat was daar niet zo erg best. Maar goed, dat beter onderwijs, dat zou dan door goede leraren moeten worden gegeven die ook beter gestalieerd werden in duurdere en beter goedgeleerde scholen en dergelijke. Kortom, dat zou dan wel een hoop geld kosten. Wil je dat? Nou, dat willen we wel. Maar de andere vraag is dan, wilt u dat de belastingen omhoog gaan? Nee, absoluut. En dan moet natuurlijk wel weer de representatieve democratie, die moet dan zeggen van, nou, wat is dan in dat dilemma de oplossing? Dus er moet een afweging gemaakt worden eigenlijk. Maar het zou natuurlijk denkbaar zijn dat er een systeem komt waarbij die afweging ook via directe democratie aan de bevolking voorgelegd wordt. Daarom zeg ik ook van, ik zou er niet a priori tegen zijn, maar dat soort dingen moet je bij iedere keer dat je gebruik maakt van het instrument van de directe democratie, moet je realiseren, het kan uitlopen op kortsluiting met de representatieve democratie. Ja. Het kan het gevaar opleveren van rare antwoorden en het kan met zich meebrengen dat het hele dimensie van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid verdwijnt. In Nederland hebben we natuurlijk dat Oekraïne-referendum gehad op 6 april 2016, waarbij Mark Rutte al heel lang aarzelt om daar een beslissing in te nemen, omdat hij natuurlijk verschillende afwegingen moet maken, ook misschien wel politieke afwegingen moet maken tussen de belangen die Nederland heeft in Europa en de uitspraak van het referendum, dat afwees dat wij dat verdrag zouden tekenen of zouden ratificeren. Maar daarin speelt dus eigenlijk precies dit probleem. Waarbij de representatieve democratie misschien ook wel, zou je dat zo kunnen zeggen, schade oploopt. Imago-schade oploopt, of legitimiteit verliest. Omdat er een uitspraak is geweest. En vervolgens presteren de bewindslieden, maar ook het parlement laat dat toe. Presteren het om dat voor zich uit te schuiven en daar geen duidelijke beslissing in te nemen.
Nou, ik vind dat je moet beginnen met duidelijk te maken hoe men zich het erom, hoe het referendum in elkaar zit. Het cruciale gegeven is hier dat het gaat om een raadgevend referendum. En waarom alle partijen ineens zeiden van ja, dat raadgevend referendum, dat gaan we als een correctief referendum opvatten. Dat vind ik bedenkelijk. Ja, maar het punt is hier vooral dat er geen beslissing gemaakt wordt. Hè? Want er staat dat er zo spoedig mogelijk een tekeningswet of een intrekkingswet moet worden gepresenteerd door de minister, door de premier. En dat is allebei niet gebeurd. Dus het gaat er niet zozeer om dat de wil van het volk aan de laars gelapt wordt. Dat gebeurt ook niet. Er wordt gewoon helemaal niks mee gedaan. En dat is, denk ik, het grootste probleem. Als het parlement zou zeggen, wij doen ja terwijl het volk nee zegt, dan zou dat niet eens zo'n issue zijn. Dan zou er misschien hooguit daar wat woede over komen. Hmm. Onder de organisatoren van het referendum bijvoorbeeld, die nu allemaal een politieke partij begonnen zijn. Hmm. Maar dat is toch een ander probleem. Nu hier wordt het gewoon voor zich uitgeschoven. Wordt eigenlijk dat... Nou ja, omdat men probeert of men in de Brusselse besluitvorming nog iets eruit zou kunnen halen. Dat lijkt, als ik de kranten goed begrepen heb, heel moeilijk te gaan worden. En dat kan je ook alweer voorstellen. Ja, en dan zou geloof ik toch de uitkomst moeten zijn dat als men vasthoudt aan het gegeven dat het een weliswaar raadgevend referendum is, met het toch als een correctief referendum erkent, dan zou de conclusie moeten zijn dat Nederland het contract contract met de Europese Unie niet kon tekenen. Ja, ik moet gaan afronden, want ik heb hier heel veel vragen over die ik zou willen stellen. Maar wij, ondanks dat het internettelevisie is, moeten wij ook plaatsmaken voor volgende sprekers. Ik heb eigenlijk een heel wezenlijke vraag voor de komende verkiezingen, misschien om daarmee af te sluiten. We zien nu een soort poging om de directe democratie te injecteren. En er wordt aan alle kanten een poging gedaan om die kloof te slechten. Waarvan u heeft geconstateerd van nou ja, die kloof, dat is eigenlijk de essentie van die representatieve... het representatieve stelsel. Een democratie probeer ik dan eventjes achterwege te laten. Je hebt eigenlijk daar een mismatch. Is er op korte termijn iets wat we daaraan kunnen doen? Moet die kloof geslecht worden? Of is er een andere oplossing om de onvrede die er heerst over de politieke besluitvorming wat tegemoet te komen? Ik denk niet dat meestal wel, ja, je zou kunnen zeggen, wat zou kunnen helpen is... het zijn drie dingen in feite die eigenlijk voortvloeien uit mijn verhaal. Je zou weer kunnen zeggen, we wekken de ideologie weer tot leven. Het tweede mogelijk is dat je mensen erop wijst dat we nou niet leven in een democratie, maar een electieve aristocratie. En de derde mogelijkheid is, daar hebben we het nog niet over gehad, de fout die in de electieve aristocratie zit, die is wel oplosbaar. Dus de fout die we erin geconstateerd hebben, dus dat die gekozen... twee dingen doet die strijden met elkaar zijn. Dat is al helemaal het begin van de Franse revolutie door Emmanuel Chaillet vastgesteld. En die zei van, we moeten een systeem bedenken om dat op te lossen. En ja, daar zou je ook aan kunnen denken. Maar het is natuurlijk zo dat dan zet je zoveel meer op de kop. En dat zou zo'n ingreep zijn in ons hele constitutionele systeem. Dat een droom is dat je die zou kunnen realiseren. Maar op zich zou dat de mooiste manier zijn. Want dan zou er een vertegenwoordigend orgaan komen en een wetgevend orgaan en executief orgaan naast elkaar. Ja, alle drie door de bevolking gekozen. En zodat je precies weet wat ieder van die organen doet. En dat je niet die situatie hebt die wij nu hebben, dat je kiest iemand, hij zit in de kamer en draait zich om en doet totaal iets anders. Gaan we daar eens volgende keer over verder praten. Frank, hartelijk dank voor het gesprek. Het was heel plezierig.